Nou, jongens, dank jullie wel voor dit prachtige jaar. Allemaal goed gekomen, we hebben superveel video's gemaakt. En ik kan jullie mededelen, het is af. Jullie kunnen kerst gaan vieren. Dus ik zou vooral zeggen, ga naar je familie en bedankt. Bedankt. Hey, pap. Hey, Kelvin, mooi. Zeg, Kelvin, wij vroegen ons af of jij nog dit jaar weer zo'n jaarsamenvatting bakt. Dat we een beetje weten wat jij tussen jou uitspookt. Ja, gaat goed komen. Kan dat nog? Ja, dat komt goed. Gaan we fixen, geen probleem. Mooi. Nou, daar gaan we weer. Ik ben verkozen tot best geklede man van Nederland. Ik ben voor het eerst in mijn leven een maand op vakantie geweest. Ik heb geslapen in een boomhut, leren vliegen. Ik ben verkozen tot beste YouTuber van Nederland. Ik nummer 1 YouTuber van Nederland. Ik heb een poolparty gegeven in de woestijn. Een videoclip gemaakt met Gabi Blazer. Ik ben miljonair geworden binnen 24 uur. En de dag daarna was ik geen miljonair meer. Ik stond op de cover van Fashion Chick Girls met Nina. Fotoshoot gedaan met Marit. Ja, dat ben ik. Die oranje Donald Trump. Alle provincies van Nederland gefietst binnen 24 uur. Het huis van Gio Latore legeroofd. De dikste Ajax-wedstrijd ooit meegemaakt in Madrid. Kijk even dit. Nu 72. Schöne. Meegedaan aan de Big Escape. Ik voel me gewoon een soort Indiana Jones. We hebben echt zo te speuren. Koffie gedronken met de president. Hey, fuck aan Mark Rutte, man. Let's go. En vrienden geworden met nog 9 andere bekende Nederlanders. Gechilled met prinses Laurentien. Het ziekste vrijgezellenfeest ooit gehad. En uiteindelijk getrouwd met Paul. Ik ben naakt geschilderd. Het woord ja op mijn arm getatoeëerd. De Viet Award voor beste video gewonnen. Gesneuveld met Kim Veenstra in Parijs. Ik heb een Kids Choice Award gewonnen en ik ben geslimed. Nog zo'n lekkere uitwedstrijd van Ajax net mogen niet, zien. Bij de harde kern, zeg maar. Met 1-2 gespeeld. Ik heb een nummer 1 hit proberen te maken binnen 24 uur. Wat uiteindelijk een nummer 3 hit werd. Ja, Avicii was net iets beter. Maar alsnog even de missie, jongens. Good, hoe dik was dat? Ja hoor, ik breng jullie het belangrijkste besef ter wereld. En eigenlijk was dat ook meteen de start van mijn muzikale carrière. Ik heb opgetreden voor 50.000 man. Lucas en Steve, dank jullie wel. Bevrijdingsfestivals waren ook leuk. AFAS Live. Ziggo Dome. En ik ben nog lang niet klaar, papies. Goed, we gaan verder. Ik heb de gevaarlijkste wegen van de wereld gereden met Fred Teven. Breaking Bad nagespeeld met Nina. Weer zo'n lekkere uitwedstrijd van Ajax gezien tegen Tottenham. Mijn grootste droom is uitgekomen. Ja, ja. Ik heb een videoboodschap gekregen van rapper Shores. Atje. Let's go. Ik heb Huberto Tan geroast. Anna Nushin geroast. Fabiola geroast. Nienke Plas geroast. Thomas geroast. Ik heb zelfs mijn eigen vader geroast voor zijn 60ste verjaardag. Mijn bijdrage aan deze avond, pap, gefeliciteerd met je verjaardag. Maar ja, dat was super privé en zo, weet je wel, dus dat hoeven jullie niet te zien. Ik heb een balkon beklommen met Bo van Ervendoris. Weer een seizoen gemaakt van de dikste dealer. Ik heb een geit gekregen voor mijn verjaardag. En toen stapte ik in een vliegtuig. En vloog ik naar de Filipijnen om mee te doen aan Wie is de Mol. Expeditie Robinson. En nadat ik met een boner in de zee heb gelegen, 6 proeven won, Mariana kapotschoten op een berg heb gezopen en gegeten als een gek bij de samensmelting en bijna 20 dagen op een onbewoond eiland heb gezeten, werd ik eruit gestemd. Als een bitch. Maar ja, altijd blijven lachen, hè. Dag, dag, Expeditie Robinson, je was prachtig. En toen ging de rollercoaster weer verder. Ik heb een nieuw huis gekocht, gedaan alsof ik kapper, autoverkoper, sommelier, masseur, leraar en waarzegger was. Even naar Ibiza gegaan. Mijn vriendin 23 cadeaus gegeven voor haar 23ste verjaardag. Plaat gemaakt met Sherry-Anne, 750.000 Instagram volgers bereikt, 800.000 Instagram volgers bereikt, 900.000 Instagram volgers bereikt, 1 miljoen Instagram volgers... Oh nee, volg me even op Instagram, dankjewel. Ik heb een voetbalwedstrijd gespeeld in de Kuip, eerste keer Lowlands gepakt, mijn eigen standbeeld in Madame Tussaud neergezet, 24 uur lang een vreemde gestalkt. Zweer het zijn ze gewoon. Goud gevonden in Finland. Goud. 30.000 abonnees gehaald binnen 24 uur. Een bioscoopfilm gefilmd binnen 24 uur. Naar de televisiering geweest met mijn liefde. Ik bedoel, mijn liefde.
Vet awkward op de foto gegaan met Martien Meiland. Helden bezocht in het Sophia Kinderziekenhuis. Italië kapot gemaakt met mijn vrienden. En daar gewoon domme dingen gedaan, zoals kastelen beklimmen en zo. En veel te veel zuipen, maar ja, was wel lekker. Mijn eerste gouden plaat gehaald. De nieuwste internet legend gecreëerd. Dames en heren, nog één keertje dan. Kie. We gaan Calvin kapot beuken stampen. En zijn pet afpakken. Kijk eens wie daar is. Mijn vrienden verrast met niks. Op stap geweest over mijn nieuwe liedje Helden. Samen mogen werken met de kast. En ik heb een epische livestream gedaan genaamd De Grote Cadeaushow, waarin we jullie allemaal prijzen geven om jullie te bedanken voor dit fantastische jaar. En ik heb ook dit jaar weer gezond overleefd. De vorige jaren wilde ik jullie altijd mijn motto, doe eens gek, je bent er normaal genoeg meegeven. Maar ik heb ergens het idee dat jullie dat inmiddels al begrijpen. Vandaag wil ik dan ook iets nieuws zeggen, namelijk kies positief. Het is tegenwoordig zo makkelijk om je af te laten leiden door alle negativiteit of door je kut te voelen, door misgunners of door je eigen leven heel erg te vergelijken met hoe geweldig andere mensen het wel niet hebben op social media en what the fuck dan ook. Maar onthoud alsjeblieft dat je eigen blijdschap begint bij het feit dat jij kan kiezen voor de positieve kant van het leven in plaats van het negatieve. Ik heb het afgelopen jaar geleerd hoe belangrijk het is om in bepaalde situaties voor de positieve kant van het leven te kiezen. En daarom sta ik hier nog steeds vandaag en wil ik jullie vertellen een fijn 2020. Kies positief. Mijn naam is Calvin en we gaan er weer een mooi jaar van maken. What's good?